Het begon natuurlijk al toen we begonnen te e-mailen. En dat was in 1980 dat we de astronomen begonnen te e-mailen. Dat is best al een tijdje geleden. Ja. En dat was natuurlijk de eerste grote omslag. Dat je met e-mail, in plaats van dat je 2 weken... Het klinkt nu heel ouderwets, maar het is toch wel handig. Dat e-mail was natuurlijk een van de eerste dingen waarom de wetenschappers op de wereld echt veel intensiever met elkaar konden gaan samenwerken. Internationale samenwerking kwamen. Nou, is het niet meer alleen beperkt tot e-mail, maar tot de data zelf. Dus we kunnen de data met elkaar delen en samen met de data werken. Ik noem dat e-science. Hè, dat zijn we e-science gaan noemen. Ja. Via internet, data met elkaar delen, gemeenschappelijk werken aan grote projecten. Science is een naam die gegeven was in 2000 ongeveer. Om te benoemen dat je heel veel geadvanceerd information technology gebruikt voor onderzoek. Wat 20 jaar geleden een supercomputer is nu, dat ga je niet eens meer berekenen. Dat is niet eens de moeite waard meer. En het gaat maar door, dus al die computerkracht, terwijl wij nog steeds, heel veel wetenschappers zitten nog steeds in de stramien van, ja, maar daar hebben we niet de rekentijd voor, dat kunnen we niet allemaal uitrekenen. Dat kan je wel uitrekenen. Computers zijn snel, je hebt die grafische kaarten, die spelletjeskaarten die een computer 100 keer sneller maken. Iedere middelbare school heeft 10 van dat soort pc's staan. Koppel de hele zooi aan elkaar en reken je helemaal suf. Nee. Dat kan allemaal. Alles staat op internet. Computers zijn snel, het is een mecca voor de computationeel astrofysicus. Bij de techniek hebben we het alleen over de meetkant gehad. Maar er zit een enorme infrastructuur achter die we samen met het Nederlands E-Science Center en SurfSara ontwikkelen. Ik zei net al, van als ik hier nou een laptopje pak, dan kan ik hier vandaan communiceren naar Zuid-Afrika. En dan kan een vogel die daar rondvliegt, kan ik voorzien van nieuwe instellingen. Dat is toch iets waar ik een tijdje geleden niet van had durven dromen. En daar gebruiken we allemaal eigenlijk bestaande techniek voor. Maar het moet wel allemaal op de juiste manier geïmplementeerd worden. Ik denk, zonder het netwerk die we nu hebben, zouden we niet dit soort werk kunnen doen. We sturen nu een job naar buiten in Utrecht en zeg maar, ik wil software X hebben. En geef maar een site waar rekentijd beschikbaar is. En dat gaat naar Maleisië of het draait in de US of in Brazil. En ik hoef me geen zorgen te maken waar het draait, zolang het ergens draait. Ja. Het kost wel wat moeite, dat moet je allemaal in plaats brengen en managen. Ja. Maar als één keer redelijk draait, dan is het een mooie automatisering. En zonder de netwerk, zonder die communicatie van nu, zal dat niet mogelijk zijn. Het is betrouwbaar, omdat onze steekproeven zijn veel groter geworden. We hebben veel meer data, dus in het begin moest je kiezen en dan miste je natuurlijk al die andere dingen die je niet kon bekijken. Nu kun je dat allemaal bekijken. Dus het is betrouwbaarder, het is veel preciezer en het is, veel grootschaliger geworden. The amount of data I can process right now is being limited by the fact that, for example, my desktop computer, it takes 3 times as long to process the data as it takes to collect an experiment. So I can keep doing lots of experiments, but I end up with this huge backlog of data to process, and then the storage is also a problem. So again, I track these things by using video microscopy. And these videos are huge. So it's the raw video file is 240 gigabytes per hour. Okay. And you know, there are many, many experiments. Yeah. So storage becomes an issue as well. Big data is aan de ene kant een probleem, en aan de andere kant biedt het gewoon allerlei nieuwe oplossingen. Dus die big data maakt gewoon voor mensen heel concreet dat ze eigenlijk niet meer in staat zijn om die groei van informatie zelf bij te houden. Dus er is een grote behoefte aan oplossingen. Aan de andere kant is het, die big data is voor een deel, wordt het ook steeds meer gestructureerde data. Er wordt niet alleen maar teksten geproduceerd, maar er zijn ook steeds meer databases online en die worden allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus linked open data is een voorbeeld van een soort internet van databases die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn en die beschikbaar zijn. Als we over 10 jaar nog steeds tot de wereldtop willen behoren in Nederland met radiosterrenkunde, en dat behoren we nu, dan moeten we nu zorgen dat we de nieuwste technieken, ook als het gaat om netwerken, om computers, dat we die neerzetten. Voor de echte omgaan met heel veel data en wat er nu op de IT-wereld allemaal op ons afkomt, moet je eigenlijk veel meer gaan denken aan de data zelf. Vandaar dat we met datacentrische modellen aan het werken zijn. En daardoor dat ook big data zo kan bovendrijven, want
ja, hoe kun je nou wat vinden in al die data? Je kunt, ja, kun je allemaal maken. Je kunt ontzettend veel opslaan. Maar ja, het, nogmaals, ik kom even terug op die NSA. Je kan wel heel erg veel opslaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar van alles zomaar even in kunt vinden. Want om die data te scannen, daar heb je jaren voor nodig. Dus dat, je hebt toch veel slimmere systemen nodig om, om ermee mee om te gaan. Uiteindelijk is menselijk brein het ding dat die laatste interpretatieslag moet maken. Die ook de discussie moet aangaan met zijn collega's. Van wat hebben we nou gezien, wat hebben we nou begrepen. Die moet zich kunnen concentreren op het totaalplaatje. En dat vraagt dus om nieuwe soorten computerarchitecturen. Wij komen niet meer uit, niet alleen de sterrenkunde niet, maar straks in hele basale dingen als de security-industrie, maar in eigenlijk elke tak van wetenschap, komen we niet meer uit met het oude computer-centric model. Waar je de computer, de CPU zoals dat dan heet, centraal zet en dan ga je omheen eens wat geheugen douwen en je gaat er omheen eens wat harde schijven neerzetten. Het is die data waar het om draait. Die data moet je in het centrum zetten. En die vindt zijn vertakking dan wel naar andere stukjes data. En je moet die data de gelegenheid geven om zichzelf te processen haast. Dus een nieuw model, net zoals LOFAR met die platte antennetjes een nieuw model was om te ontvangen, is dit een nieuw model om te rekenen. Dat noemen we data-centric computing, waar je de data in het centrum zet en daaromheen ga je dan eens een keer verschillende soorten van processing organiseren. Om een grote sprong vooruit te maken, ik denk dat we vooral onze modelnorm moeten verbeteren. Dus terug naar de basics. Dus het is niet alleen maar rekenkracht en dom rekenen, maar je moet slim rekenen. Ja. En daarom is ook onderzoek nodig. En verder wat over 5 jaar de hele genomic data explosie, ik denk dat dat heel veel gaat leveren. Dat we veel slimmer mensen kunnen behandelen voor bepaalde ziekten, voor kanker. Dat we veel slimmer weten, deze medicijn gaat wel werken voor meneer X, maar die gaat niet werken voor meneer Y. Omdat hun genoom anders zijn. Dus de personalized medicine concept die komt dichterbij. Dus dat zijn wel belangrijke stappen. Er is wel een lange weg te gaan. Astronomen die hebben van nature toch de neiging, we kijken allemaal naar dezelfde hemel. En we zijn allemaal heel erg bewogen en werken heel erg met elkaar samen. Ook omdat we al zo lang met elkaar e-mailen. We hebben grote samenwerkingen. Dus de astronomen die waren eigenlijk heel snel met het maken van standaarden en afspraakjes met elkaar. In andere disciplines, van andere takken van sport, van wetenschap, is er nog steeds een behoorlijk traject te gaan voordat je al die afspraken met elkaar hebt gemaakt, voordat je al die data met elkaar kan delen. Want je moet wel eens zijn over het dataformat. Ja. En je moet nog over 1000 andere dingen het ook eens zijn. Dus daar is, wat dat betreft, is er voor e-science ook nog voor de verschillende disciplines een behoorlijke weg te gaan om dat allemaal te doen. Dus het is er allemaal nog niet zover als we misschien wel graag zouden willen.